Uh, geweldig om hier te zijn. En uh, het is ook wel, wel apart dat ik dan uh, de eerste keer hier mag spreken op jullie nieuwe locatie. En uh, het, is, het is een prachtige locatie. Ik kwam vanochtend aanrijden met Eva en, uh, en uh, zij zei: Van nou, dit is volgens mij de mooiste locatie waar je ooit hebt gesproken. Dus bedankt in ieder geval voor die ervaring. Ja, uh, yeah. echt uh, gefeliciteerd met jullie nieuw gebouw. En uh, mijn naam is dus Jelmer, ik ben getrouwd met. Sorry voor de andere man in de zaal met de mooiste vrouw ter wereld. En uh, we, hebben, we hebben een zoon, Joa, die wordt eind deze maand wordt die twee. En we genieten enorm van hem. Hij is nu bij mijn ouders in, uh, in Steens, een dorpje vlak boven Leeuwarden. En daar heeft hij het altijd goed. Daar wonen wij op dit moment ook trouwens. We zijn even terug in het ouderlijk huis, omdat wij een huis verbouwen. En uh, nou, dat duurt wel een paar maanden voordat dat weer iets wordt en bewoonbaar is. Dus uh, ja, we hadden ons huis verkocht en we zitten dus even weer bij mijn ouders. En uh, ik heb uh, Christophe en Brenda, dat is nu ongeveer 2,5 jaar geleden, voor het eerst ontmoet in Amerika. Zo gaat het dan, dan hoeft het niet in België, in Nederland. Maar bij een conferentie van ARK en... Uh, ja, meteen uh, onder de indruk van hun plan, van hun visie om in Leuven in België zo'n gemeente te stichten. En nou, ik ben echt onder de indruk van, van wat jullie met z'n allen doen. Er staat op de website dat deze kerk niet gebouwd wordt door de inspanning van een enkeling of, of een paar begaafde mensen, maar door de offers van heel veel mensen. En, dat is tot nu toe wat ik al heb gezien gisteren en vandaag en wat ik hoor. Uh, dus echt mijn complimenten, fantastisch wat jullie doen. En uh, nou ja, we bidden voor jullie. Uh, jullie krijgen ook de groeten van Nicola. Die preekte hier, het was volgens mij 24 juli, ergens in de zomer. Ik weet niet of jullie hem al uh, weer vergeten zijn, dat, dat maakt even niet uit. Of, of dat hij indruk heeft gemaakt, dat weet ik ook niet. Maar Nicola die sprak hier, jullie krijgen de groeten van hem en van onze gemeente. Um, het, was, uh, het is wel grappig, Eva en ik zijn allebei uh, ook van een tweeling, en, uh, en ik ben er altijd erg op gericht om andere tweelingen uh, goed uit elkaar te houden, want uh, ik ben zelf uh, regelmatig voor mijn broer aangezien, en zeker als kind vind je dat vervelend. Dan denk je van ja, ik ben, ik ben mezelf, ik ben niet de tweeling, ik ben, ik ben Jelmer, ik ben niet mijn broer Johannes. En, uh, en tot mijn grote schaamte eigenlijk, in juni waren we op de eerste ARC-conferentie in Nederland. En, uh, en ik, ik zie Brenda, dacht ik. Dus ik geef Brenda een hug. En toen zei ze al van, nou volgens mij denk jij dat ik Brenda ben, maar ik ben Eva. Ik ben haar tweelingzus. Dus dat ging even helemaal mis. Maar uh, nou, als ik jullie samen zie, dan, dan zie ik ook wel wat verschil. Dus dat, uh, dat ga ik nu onthouden natuurlijk. Dat ga ik niet vaker misdoen. Um, Hey, we gaan vandaag verder in de, in de brief van Paulus aan de Galaten. En uh, we zijn in hoofdstuk 5 beland. Uh, Galaten is een. Is een prachtige brief, is een hele stevige brief, misschien wel een van de meest stevige brieven die in de Bijbel staat. Paulus die gaat behoorlijk tekeer tegen wat hij ziet en niet zozeer vanuit boosheid, maar omdat hij zich zorgen maakt, omdat hij oprecht verbaasd is. Hij zegt jullie hebben het evangelie gehoord en jullie gaan nu eigenlijk iets heel anders achterna. Jullie hebben het evangelie, dat goede nieuws aangenomen zoals het is, een boodschap van redding uit genade. Ja, je hoeft alleen maar één uh, te worden met Jezus, het cadeau van Jezus offer aan het kruis aan te nemen. En dan ben je gered. Dan ben je gerechtvaardigd. Dan kun je recht voor God staan. Dan mag je eeuwig leven. Dan is God je vader geworden. En dat is genade, dat is een cadeau. En nu. Laten jullie eigenlijk een beetje in de luren leggen door uh, Judese gelovigen, Joodse gelovigen die zeggen van. we moeten weer terug ook naar de wet. Ja, we zijn wel gered door Jezus, maar jullie moeten ook besneden worden en jullie moeten je ook. Aan de wet houden. En Paulus is daar een beetje verbaasd, verbolgen over. Hij, hij spreekt zijn collega Apostel Petrus erop aan dat hij daar mee gaat. Dat hij niet meer eet ineens met niet-joden, maar dat hij, dat hij alleen nog maar met joden zit te eten. Hij zegt: hoe, hoe kom je erbij? Hoe kun je dat doen? Dus dit is best wel een pittige brief. En, uh, en dan in hoofdstuk 5. Dan uh, belanden we eigenlijk een beetje tot, tot een, een soort samenvatting van de voorafgaande hoofdstukken. En gaan we uh, ook een stukje praktijk in. Um, en het gaat over vrijheid. Dat is het thema van deze serie. Maar dit hoofdstuk behandelt heel specifiek ook over vrijheid. En we leren het volgende over vrijheid in deze uh, serie. En dat mogen jullie invullen op, op de handout ook. Maar vrijheid. Is allereerst een geschenk. Het is een geschenk, maar het is ook een gevecht. En dat zijn twee volledig verschillende woorden, maar ik, ik ga het zo wel uitleggen. Maar mensen verlangen. Op deze wereld naar vrijheid. Vrijheid vinden we belangrijk. En dat is ook waarom een, fil een film als Braveheart met uh, William Wallace. Ik weet niet of, of jullie die film kennen. Maar dat is een film die tot de verbeelding spreekt. He, jullie zijn gekomen als vrije mensen. En vrije mensen zijn jullie. Het was een vrijheidsstrijder. En nog steeds zie je overal in Schotland zie je beelden van hem. En wordt hij geëerd om zijn strijd voor vrijheid van het Schotse volk. En uh, ik vind het zelf ook een fantastische film. En, en die film heeft ons geïnspireerd om onze gemeenteconferentie in oktober, 14 en 15 oktober, om die ook Braveheart te noemen. En we zijn aan de ene kant geïnspireerd door de woorden van God aan Joshua als hij zegt wees sterk, wees moedig, wees vastberaden als hij het beloofde land mag ingaan. Hij zegt het vier keer in hoofdstuk 1, hij zegt het nog een aantal keer tegen Joshua, maar wees sterk, wees moedig. We mogen moedig in ons hart zijn en dapper in onze daden. En uh, onze conferentie hebben we daarom Braveheart genoemd. En uh, we hebben afgelopen dinsdag een filmpje opgenomen, een promofilmpje om die conferentie te promoten. Binnenkort staat die online. En Nicola, die was helemaal verkleed als William Wallace. Blauw-wit gezicht en lang haar en alles erop en eraan. En we hebben hem op een echt paard gezet. En dat moest een tam, een mak paard zijn. Dus. Uh... De eerste keer dat, dat de vrouw van Nicola hem in de handen kreeg, dacht ze al van: Nou, dit paard is, is een beetje schrikachtig, een beetje zenuwachtig. Dus die heeft wel een half uur rondjes zitten lopen. We hebben een beetje laten wennen aan onze zwaarden en speren en vlaggen die we allemaal mee hadden. En nou, het, leek, het leek wel oké. Okay. Uh, de opnames verliepen, verliepen goed, maar op een gegeven moment liep hij net wat te dicht langs de bosjes. Nicola die schampt een tak en het paard schrikt en slaat op hol. Echt, ik schrok me wezenloos. Ik zie dat paard een beetje er van doorgaan. En uh, er ging van alles door me heen. Het zal toch niet dat en dit komt nooit weer goed. Uh, straks zitten we met z'n allen in het ziekenhuis. Moet ik dan voorganger worden of zo? Dat ging allemaal echt in een paar seconden door me heen. En toen stopt het paard voor een hek, wierp Nicola over zijn hoofd en... Nicola kon niet beter vallen met de prachtige koprol in het gras. Hij bleef wel even liggen. Maar het is goed met hem. Het, het had heel anders af kunnen lopen. Maar uh, dat was dus een hele enerverende opname. Maar de promo is bijna klaar. En uh, jullie zijn natuurlijk allemaal welkom. Laat ik dat dan meteen maar zeggen. 14, 15 oktober. Het is maar 3 uur en 17 minuten rijden. Van deze kerk naar onze kerk. Ik heb het uitgerekend. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Leeuwarden is een leuke stad. Dus. Ik zou zeggen, wat houdt je tegen om erbij te zijn? Maar, maar goed, vrijheid. Vrijheid spreekt mensen aan. Uh, het, het motto van, van Frankrijk is vrijheid, gelijkheid en broederschap. En toen ze uh, Amerika een cadeau wilden geven na 100 jaar onafhankelijkheid in 1876, toen gaven ze het vrijheidsbeeld. Wat nu. Prominent bij de ingang van Amerika, bij New York staat. Um, en ook, ook dat beeld dat heeft de officiële naam: Deze vrijheid verlicht de wereld. Dus mensen, mensen hebben iets met vrijheid. Amerika zegt ook: onze grootste waarde, een van de grootste waarden, is vrijheid. Mensen hebben ervoor gestreden, mensen hebben ervoor gevochten, mensen zijn ervoor gestorven. Mensen verlangen naar vrijheid. En toch zijn vrijheid. Ontvangen, vrijheid krijgen en in vrijheid blijven leven zijn twee hele verschillende dingen. Het valt niet mee om vrij te blijven. En dat ondervinden ook de mensen van Galate. Uh, er staat in vers 1 van hoofdstuk 5, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dus hij zegt, ja, vrijheid is een geschenk. Jullie zijn vrij, Jezus heeft jullie vrijgemaakt, maar hij voelt zich wel er gedwongen bij te schrijven. Houd de stand, blijf staande in die vrijheid, verlies die vrijheid niet, laat je niet opnieuw onder een juk brengen, laat je niet opnieuw tot slaven, tot onvrije mensen maken. Dus het, het, valt, het valt niet mee om vrij te blijven. En die slavernij die kan er op twee hele verschillende manieren uitzien. Aan de ene kant heb je de wet, en aan de andere kant heb je eigenlijk anti-wet. Maar doen wat je wilt. En beide manieren kunnen uh, vrijheid onzichtbaar maken en vrijheid onderdrukken. Allereerst is het de kant van de wet, en jullie mogen dat invullen: um, weersta de verleiding om je redding te verdienen. Er staat vanaf vers 2 het volgende. Luister naar wat ik Paulus tegen jullie zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardiger worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Dus de gelaten en ook wij als gelovigen, zijn, wij zijn vrijgekocht door Jezus. En Paulus die maakt duidelijk dat deze genade zijn kracht wordt ontnomen. Wanneer iemand denkt dat hij ook maar op één gebied, op, op één aspect van het leven, toch aan iets zou moeten voldoen. Alsof we meer waard voor God zijn wanneer we ons goed gedragen. Of dat we onze redding kunnen verdienen door goed genoeg te leven. En kies je dan voor één ding, kies je bijvoorbeeld voor de besnijdenis. Hij zegt, weet je, dan moet je ook de hele wet houden. Het is, het is alles of niets. Maar het is niet nodig. Om je aan de wet te houden. Wet en genade zijn twee volledig tegenovergestelde principes die elkaar uitsluiten. Genade maakt je vrij. Maar hoe kun je dan nu opnieuw tot slaaf maken van de wet? En om eerlijk te zijn, ik, ik snap daar wel iets van. Ik weet niet hoe het jullie vergaat in het leven, maar ik snap die gedachte wel. Soms betrap ik mezelf erop dat ik beter probeer te leven, bepaalde dingen doe of harder ga werken om mij waar te maken voor God, om mij geliefd te voelen door God. Alsof ik het zou kunnen verdienen of alsof ik iets zou kunnen toevoegen aan mijn redding. Ik, ik denk dat het best wel een menselijke trek is. Ik, ik weet niet of je het herkent, maar ik, ik doe het soms wel. Vorig jaar zag ik het toen, een echtpaar uit onze gemeente besloot om de gemeente te verlaten. En, en het was niet eens zozeer om hele negatieve redenen, maar ze wilden graag naar een gemeente die op sabbat samenkomt. En uh, ik heb niks tegen op sabbat samenkomen. Hun, hun motivatie voor dit besluit was ook liefde voor Israël. En ik geloof dat we van Israël mogen moeten houden. We houden als gemeente, als de salvator houden we van Israël, we bidden voor Israël, we onderwijzen erover in de dienst regelmatig, op de kringen, uh, op allerlei manieren, in cursussen geven we er aandacht aan. En volgend jaar, 2017, organiseren we twee reizen naar Israël. Er is een reis in maart waar mensen die al eens eerder geweest zijn in wat meer verdieping zoeken mee uh, kunnen gaan. En in juli is er een jongere reis met veel meer activiteiten en uh, prachtige plekken te bezoeken in Israël. Dus dat, dat is geweldig. We staan achter Israël. We houden van Israël. Ik hou van Israël. Maar deze mensen uit liefde voor Israël willen zich eigenlijk weer een beetje aan de wet beginnen te houden. We moeten op Sabbat gaan samenkomen, we moeten de Joodse feesten gaan vieren als gemeente. Uh, sommige mensen gaan keppeltjes dragen en, en noem maar op. En uh, we hebben ze gezegend en ik, en ik hoop dat ze het goed hebben in de gemeente daar. Uh, maar toen een gemeentelid tegen mij zei van joh, uh, dat is ook eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Waar hebben we het eigenlijk over? Dit, dit zijn maar bijzaken. Toen zei ik wel, nou, dit zijn geen bijzaken. Dit is absoluut een hoofdzaak. Dit is de reden waarom Paulus de brief aan de gelaten schrijft. Omdat hij duidelijk wil maken: jullie hoeven niet opnieuw onder de wet te zijn. Je hoeft je niet te houden aan bepaalde zaken om gered te worden. Dit is, dit is wel degelijk een hoofdzaak. We hoeven niet op sabbat samen te komen. We hoeven de feesten niet te gaan vieren. We mogen er wel aandacht aan geven. Als gemeente hebben we de afgelopen jaren een paar keer een stedermaaltijd. De, zeg maar de, de, de Pesach maaltijd hebben we gevierd. Uh, we hebben dat betrokken op Jezus. We hebben daar uitleg over gegeven. Prima. Maar we hoeven niet jood te worden om gered te zijn. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Om, om dat als gemeente voor ogen te houden. Laten we vrij blijven van wetticisme, van regeltjes, waardoor we gered zouden kunnen worden. Het is alleen maar genade. Ten tweede, er is een hele andere vorm van slavernij, en die heeft te maken met onze verlangens. Weerstaarde verlangens om je zondige natuur te bevredigen. En dit is een hele andere vorm van slavernij. Dit lijkt te maken, maar te maken te hebben met heel veel vrijheid. Alles kan, alles mag. Niemand vertelt mij hoe ik mijn leven moet leiden. Ik bepaal het zelf wel. Dat is ontzettend Nederlands. En we voelen er ons ontzettend vrij bij en ontzettend goed bij. Maar is het ook echt vrij? Volgens Paulus niet. Hij heeft het over het juk van de wet waar de Joden onder leefden. Maar die vrijheid, die, waar, waarmee we eigenlijk onze eigen verlangens bevredigen, dat kan net zo goed een juk worden. Kan ons net zo goed tot slaven maken. En dat heeft te maken met het vlees. De Bijbel heeft het wel eens over het vlees. En dat is niet ons menselijk lichaam. Het is niet in die zin het tegenovergestelde van de mens heeft een geest. En de mens heeft dan ook vlees, het lichaam. Het vlees. Dat is het deel van ons mens dat naar de zonde verlangt. Het is onze oude natuur. Het gaat om zondige, ons zondige hart, een zondige verlangen en wil. En deze zorgt ervoor dat wat op vrijheid lijkt helemaal niet zo vrij is. Paulus waarschuwt er gelaten na de wet ook voor dat vlees. En hij schrijft het volgende: Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één huid, uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. En Petrus die zegt min of meer hetzelfde in zijn eerste brief: leef als vrije mensen. Ja, maar verschuil je niet achter die vrijheid om je te misdragen. Maar handel als dienaren van God. En dat is blijkbaar een valkuil van vrijheid, dat het doorschiet naar misbruik, naar losbandigheid. Vrijheid heeft toch niet zoveel te maken met ik kan alles maar doen wat ik wil, dan we vaak denken. Want ook dan ontstaat er een vorm van slavernij die er wel heel anders uitziet dan een slavernij onder de wet, maar het is wel degelijk slavernij. En welke vormen neemt dit aan? Paulus beschrijft dit in vers 17 en 19 tot 21. Hij zegt, wat we uit onszelf najagen is een strijd met de geest en wat de geest verlangt is een strijd met onszelf. Het een gaat tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Het is bekend wat ons eigen wil allemaal teweeg brengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverenarij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al heb gegeven. Wie zich aan deze dingen overgeeft, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. En eigenlijk herken je hier een aantal woordgroepen in van handelingen en van houdingen die zondig zijn, die verkeerd zijn. En heel veel beschouwen we vandaag de dag. Juist als winst, als een verworvenheid. In ieder geval in Nederland. Um, ik kan niet op ieder woord of iedere categorie ingaan, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de woorden die Paulus hier gebruikt op het gebied van seksualiteit. Er is heel veel seksuele vrijheid. De kant van alles. En het is in dat verband heel opmerkelijk dat een van de, ja, eigenlijk misschien al een beetje. In, is het een beetje voorbij, maar een van de boegbeelden van seksuele vrijheid, van sensualiteit, van de playboy, was Pamela Anderson. En uh, ze is inmiddels wat ouder, maar zij is een, een boegbeeld van alles kan op het gebied van seks. Uitgerekend zij schreef niet zo heel erg lang geleden een stuk in de Wall Street Journal, uh, samen met een Joodse rabbi. En daar schrijft ze over die over die vrijheid. En ze zegt: als er nog iemand is die twijfelt aan de verwoesting die uh, verslaving aan porno uh, bewerkt in onze maatschappij, dan hoef je alleen maar te kijken naar, en dan noemt ze een beroemd echtpaar, ik ken ze niet, maar blijkbaar een groot schandaal in Amerika, een huwelijk wat kapot ging aan porno. En dan schrijft zij samen met die rabbi. We hebben vaak gewaarschuwd voor de verwoestende uitwerking van pornografie op de ziel van een man, op zijn mogelijkheid om als echtgenoot te functioneren en in het verlengde daarvan ook als vader. Ze noemen porno in hun stuk een, uh, een, een gevaar voor de, eigenlijk de nationale gezondheid zoals we nog nooit eerder hebben gekend. En. Ze schrijven dan nog wat verschillende dingen, maar ze vragen dan zich aan het eind van het artikel af hoeveel families zullen hier nog onder lijden? Hoeveel huwelijken zullen eraan kapot gaan? Deze vrijheid op het gebied van seks. Wat heel aantrekkelijk leek, wat heel erg mooi leek, werd eigenlijk tot een slavendrijver. Als je kijkt naar de verslagen, en ik heb ook uh, nog meer artikelen daarover gelezen. Ook in Amsterdam, waar in clubs alles kan en mag. Mensen die daar komen, die schrijven allemaal, op een gegeven moment ging ik mijn grenzen steeds over. En voelde ik me daar heel ongelukkig bij. En ik wilde wel stoppen en ik wilde wel ophouden, maar dat lukte me niet. Ze noemen letterlijk het woord slavernij om te beschrijven waar seksuele vrijheid hun heeft gebracht. En dat geldt voor seksualiteit, dat geldt voor al die zaken die daar worden genoemd. We mogen alles zeggen, we mogen van alles doen. We mogen alles groot maken in ons leven. We kunnen alles onze huiskamer binnenbrengen: aan, aan op beeldschermen, aan tv, aan iPads. We, zijn, we kunnen van alles. Maar ondertussen maakt het ons vaak tot slaven. Paulus die had absoluut gelijk toen hij schreef: Alles mag, maar niet alles is nuttig. Ik mag alles, maar ik mag nergens slaaf van worden. Ja, er is heel veel vrijheid, maar dat mag nooit leiden tot losbandigheid, want ook dat leidt weer tot slavernij. Dus hoe kunnen we dan nu echt vrij worden? Als dit niet de manier is, wetten en regels worden we niet vrij van, maar ook alles kan en alles mag worden we niet vrij van. Vrijheid komt door de leiding uit handen te geven. Aan de Heilige Geest. Vrijheid, echte vrijheid, komt door de leiding uit handen te geven. Er staat in gelaten 5, vers 16, 18 en 25. Ik, ik lees drie verschillende versen om even aan te geven. Dit is belangrijk in het hoofdstuk, dit is een kern van het hoofdstuk. En dan zegt Paulus, ik zeg u, laat u leiden door de Geest, dan bent u niet meer gericht op uw eigen begeerte. Hij zegt, maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Dus dan zijn we meteen de verleidingen kwijt van de wet en van absolute vrijheid. Wanneer de Geest ons leven leidt, zegt hij ook, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijt. En dit is een paradox. Een schijnbare tegenstelling. Juist door de leiding van ons leven uit handen te geven, kunnen wij echt vrij worden. Maar toch is het zo. Dat komt omdat de Heilige Geest naast heel veel dingen, denk ik, twee belangrijke dingen doet die naar voren komen in Gelaten 5. Allereerst, en dat mogen jullie invullen, ontvang je redding door op Jezus te vertrouwen. Ontvang je redding. Oh, ik. Kijk, daarom kun je dit mij beter niet laten doen. Maar ik ben weer bij. Ontvang je redding door op Jezus te vertrouwen. In Gelaten 5, vers 5, daar staat, want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. En hopen in de Bijbel heeft niet te maken met wat in het Nederlands taalgebruik is, van nou, weet je, ik hoop dat het morgen mooi weer wordt, maar zeker weten doe ik het niet. Um, dat is het hopen waar wij vaak aan denken. Maar hopen in de Bijbel heeft te maken juist met zeker weten. Ik kan er van op aan. Daarom is het mooi dat Paulus hier twee woorden gebruikt: hopen en verwachten. Het is met zekerheid dat we mogen uitzien naar de dag dat we het koninkrijk van God binnengaan, dat we als rechtvaardiger worden aangenomen. We mogen daarnaar uitzien um, en dat betekent dat ons strafblad volledig wordt gewist en we leven in de juiste relatie met God. Dat is waar de Heilige Geest ons toe leidt, altijd naar Jezus. Jezus die wist ons strafblad uit. En dat is heel bijzonder. Er was een keer een, uh, een man uit onze kerk die uh, een verleden had met drugs. Uh, daar best wel groot in was, in, in Rotterdam handelde, in, in allerlei harddrugs. En hij werd er rijk van. Uh, maar het heeft hem wel natuurlijk een veroordeling gekost... Uh, hoge, hoge boetes, enzovoort, enzovoort. Hij is tot geloof gekomen, hij is helemaal veranderd, hij is helemaal vernieuwd. En toen wilde hij een aantal jaren geleden samen met uh, Nicola en nog wat mensen van de kerk naar een conferentie in Amerika. En hij staat op het vliegveld, alles is geregeld, maar op het moment dat hij door de controle wil, wordt hij tegengehouden. Ja, het blijkt nog dat je, dat je een strafblad hebt, en uh, dat je nog schulden hebt openstaan, en dit en dat. En dat strafblad van vroeger achtervolgde hem tien jaar later, vijftien jaar later, ik weet niet precies welke tijd er tussen zat, achtervolgde hem nog steeds. En het is zo ontzettend mooi dat ons strafblad door Jezus echt vernietigd is, verwoest is aan het kruis. Jezus heeft openlijk getriomfeerd, zegt Paulus in de Colossensebrief, en hij heeft toen dat strafblad wat tegen ons getuigde, wat ons, als we het zouden lezen, wat ons alleen maar depressief zou maken en ons zou laten zien: dit heb je verkeerd gedaan en daar heb je gefaald en daar ben je tekortgeschoten en je hebt die pijn gedaan en je hebt haar pijn gedaan en je hebt dit en dat. Het bestaat niet meer. Het is volledig verwoest. Het is onzichtbaar geworden. Het wordt niet meer in herinnering gebracht. Als je de Geest je laat leiden tot Jezus, we kunnen recht voor God staan. We kunnen Hem recht in de ogen kijken. En hoe bijzonder dat is, dat besef ik juist ook als vader. Joa is nog maar bijna twee, maar het is soms gigantische boef. Hij is slim en hij weet bepaalde dingen die mag ik eigenlijk niet doen. En als hij die heeft gedaan, dan kijkt hij langs mij heen. Dan kijkt hij mij niet in de ogen. En dan weet ik, je wilt iets doen, of je hebt iets gedaan wat niet mocht. En nu die bijna twee is, is het nog wel schattig? Is het nog wel leuk? Maar dan kijkt hij mij niet in de ogen. Niet om, volgens mij, ik weet niet of Eva, maar dat moet zij dan maar ontkrachten. Maar volgens mij ben ik niet een, een hele strenge of een hele boze vader. Maar je kijkt even langs iemand heen wanneer je weet, ik heb eigenlijk iets gedaan wat niet mocht. En zo konden wij God niet recht in de ogen kijken. God wil ons aannemen als een vader. En Hij wil ons optillen. Als je kijkt naar de zegen in nummer 6, dat er staat dat God zijn aangezicht over ons doet lichten. Dan, dan zit in het Hebreeuws een beeld van een vader die een kind optilt en zijn kind zo boven zijn hoofd houdt en hem in de ogen kijkt en liefdevol een omhelzing daarna geeft. En dat kan. Dat kan weer door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Doordat Jezus alle schuld, alle schaamte, alle zonde heeft weggenomen. En we kunnen God weer recht in de ogen kijken. Niet omdat we het hebben verdiend, maar omdat we het mogen ontvangen als een kostbaar geschenk. En de tweede manier waarop de geest ons in vrijheid leidt is doordat ons karakter gaat groeien. Ontvang karakter door de vrucht van de geest te voeden. Er is een strijd in ons gaande, een strijd tussen de oude natuur die gekenmerkt wordt door dat woord vlees en de nieuwe natuur die gekenmerkt wordt door de Geest. Zodra we tot geloof komen, gaat de Heilige Geest een vernieuwend werk in ons doen en worden we echt nieuwe mensen. En ons laten leiden door de Heilige Geest betekent dat we hem de ruimte geven om dat werk in ons te doen. Het betekent dat we dat we open zijn voor correctie, voor uh, van hey, je moet een andere kant op met je leven of dat moet je veranderen of dat is een gewoonte die je moet afleggen en ik ga je daarbij helpen, ik ga je de kracht daarvoor geven maar dat is wel iets wat je moet veranderen en zo is de heilige geest in ons bezig en is dat een van de aspecten van de leiding van de geest we leggen de stem van ons zondige natuur als het ware het zwijgen op en we luisteren naar de stem van de heilige geest we voeden niet de verlangens van de oude natuur, maar we voeden de verlangens die de Heilige Geest aan ons geeft. En wanneer we dat doen, dan gebeurt er het volgende. De vrucht van de Geest gaat in ons groeien. En die vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Er gaat een vrucht groeien. En het kenmerk van een vrucht is dat je het niet uit de boom trekt, dat je het niet kan creëren, je kan het niet maken. Maar wat je kan doen is zorgen voor de juiste voedingsbodem van een, van een appelboom. En je zet hem in voldoende licht en misschien niet te veel licht voor dat specifieke ras. Je zorgt dat als het een hele droge periode is, dat er water bij komt. Je, je geeft misschien voedingsstoffen extra aan de grond door te bemesten. Maar uiteindelijk het geheim van de groei van die vrucht, daar, daar staan we naar te kijken en daar kunnen we niks aan doen. De vrucht groeit wanneer de voorwaarden zijn geschapen. De Heilige Geest doet iets prachtigs groeien. In jou, in mij. En die vrucht van de geest is de ultieme beschrijving van het karakter van Jezus. En, en over die leiding, daar volgens mij focust Paulus erop in dit hoofdstuk. We kunnen het hebben over de leiding van de heilige geest, dat hij de weg wijst en welke beslissing moet ik nu nemen. Maar de leiding van de heilige geest in de basis is dat hij jou het karakter van Jezus geeft. Zodat je niet over iedere beslissing hoeft na te denken, maar zodat je weet... Welke beslissing je in de alledaagse dingen mag nemen. En weet welke houding jouw keuzes gaat bepalen. Als je kijkt naar liefde, Jezus heeft ons echte liefde laten zien. Hij ging rond, hij was onderweg naar Jeruzalem. Hij had het in zekere zin druk, want er waren duizenden mensen die naar hem vroegen. Maar toch iedere keer liet hij zich onderbreken door een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Door een, door een man die zegt: van, Wil je alsjeblieft mijn dochter helpen? Door een moeder die haar enige zoon begraaft en, en, en hij stopt, hij staat stil en hij, hij komt te hulp. Jezus staat stil, hij draait zich om en hij kijkt met ogen van liefde naar mensen. En hij genas mensen, hij maakte mensen vrij, hij hielp mensen waar ze waren. Dat is, dat is liefde en dat is leiding van de Heilige Geest. Hoe ga ik door het leven? Ga ik gehaast door het leven? Ga ik egoïstisch door het leven? Kies ik voor de dingen die mij goed doen? Of ben ik bereid om soms stil te staan? Mij, mij te laten stoppen door mensen die mij op dat moment hard nodig hebben. Als je kijkt naar vreugde. Jezus is vreugde. Mensen werden blij, mensen werden gelukkig van te zijn in de aanwezigheid van Jezus. Jezus was vrede. Jezus was geduldig. Ik ben, ik ben lang niet altijd geduldig. Maar wat is de leiding van de Heilige Geest in mijn leven? Dat Hij de vrucht van geduld doet opgroeien. Samen met, met vreugde, met geloof, met zachtmoedigheid, met zelfbeheersing. Jezus was vol zelfbeheersing. Hij hing aan het kruis en hij had legioenen van engelen te hulp kunnen roepen. Zorg ervoor dat ik van het kruis afkom. Maar Jezus die wist, ik hou me aan het plan van God, ik beheers mezelf, maar ik, ik zet dit door wat God van mij wil. En zo is Jezus de meest vriendelijke, de meest goede persoon die altijd heeft geleefd. Hij leefde met geloof, hij leefde in vertrouwen op zijn vader. En zo te leven en dat te zien groeien in ons leven, dat is echte vrijheid. En daarin moet je niet veranderen als je Jezus kent. Daarin wil je veranderen als je Jezus kent. Ik ga afronden met een citaat van Tim Keller. En Tim Keller die zegt, door de geest geleid worden is veranderen en veranderd worden. Worden wie we willen zijn. Weet je, we worden ten diepste wie we willen zijn. We worden ons meest mooie zelf als we ons laten leiden door de geest. Dan worden we veranderd. Dan leven we niet onder de slavernij van ik moet goed leven, ik moet mijn redding verdienen, ik moet, ik moet gehoorzaam zijn om gered te worden, ik moet mijn beste beentje voorzetten om, om door God gered te worden en door Hem aanvaard te worden. Maar we hoeven ook niet te vervallen in een leven waarin alles kan en alles mag, omdat er een verlangen in ons ontstaat om te gaan lijken op Jezus, ons karakter te laten kenmerken door de vrucht van de geest en, en, en we willen zijn als Hem. We willen gehoorzamen, niet omdat het moet, maar omdat, omdat het een antwoord is op de redding die Jezus mogelijk heeft gemaakt voor ons. Dus ik wil jullie bemoedigen, ik wil jullie aanmoedigen om, om echte vrije mensen te zijn. Om, om je leven te laten leiden door de geest zoals ik net beschreef. In de vorming van je karakter. De keuzes te maken elke dag weer. Om, om te zijn zoals Jezus. Om op de moeilijke momenten juist geduldig te zijn. Op de momenten dat alles om je heen onrustig is, vredig te zijn. En vrede en rust te bieden aan de mensen om je heen. En ga zo maar door. Ik hoop dat, dat jullie die leiding van de geest mogen ervaren. En dat je daarin ook echt vrij zult voelen. Laten we, laten we met z'n allen gaan bidden. Machtige God en Vader, dank u wel. Dat u ons hebt voortbestemd om vrije mensen te zijn. Niet geknecht door wetten en regels. Niet geknecht door ja, wat vrijheid lijkt, maar wat leidt tot losbandigheid, tot elkaar pijn doen, tot elkaar kwetsen. Heere God, u wilt dat we vrij zijn door ons te laten leiden. Vrij zijn door te bewegen. Binnen, binnen uw kaders. Door door dit leven te gaan zoals Jezus. Jezus, dank u wel. Dat u het strafblad. Waar al onze schuld, en schaamte, en ons gevoel van tekortkomen, Waar het allemaal op naar voren kwam. Heer, u hebt dat strafblad. Dat getuigschrift. U weggedaan. Het bestaat niet meer. En dat geldt voor iedereen in deze zaal. En sommige mensen weten het. En er zijn misschien ook mensen die dat nog niet weten. Of die eraan twijfelen. Houdt Jezus echt wel van mij? Kan God mij echt aanvaarden zoals ik ben? Ja, God wil jou aanvaarden vandaag. God wil je aannemen als zijn kind. Als een zoon, als een dochter. Je hoeft jezelf niet waardig te maken. Jezus heeft je waardig gemaakt. Het gaat niet om je eigen verdiensten, maar het gaat om de verdiensten van Jezus aan het kruis. Waardoor jij vrij mag worden vandaag. God, ik bid dat U een werk doet in al deze mensen hier. Dat ze uw vreugde mogen ervaren, uw vrijheid. Dat ze mogen gaan ervaren dat zich laten leiden door de geest, het allermooiste leven is wat er bestaat. En dat ze juist veel meer zichzelf daardoor worden. Ik wil jullie zegenen. In de naam van Jezus. Amen.